Je kunt heel veel doen met dit. Dat is al zoveel. Een, een liefdegebaar is dat. En uh, dat begrijpen ze. Dat is gewoon internationaal. Dat begrijpt iedereen. Een groep vrijwilligers van Live for Lives uit Enns. heeft een week doorgebracht. op het Griekse eiland Samos. De vrijwilligers waren daar om bootvluchtelingen in een vluchtelingenkamp te helpen. Via andere hulporganisaties komen de Flevolanders in contact met de vluchtelingen. Uh, we hebben warme contacten daar uh, en goede samenwerking, dus we kunnen vaak wel iets inbouwen om samen te doen. En hoe, ja, welke vluchteling kies je dan uit om kleding of eten te geven? Er is altijd wel een vast systeem, wat er natuurlijk al is. We respecteren ook de dingen die al geregeld zijn. En daar willen we gewoon een stuk aan bijdragen, zover het kan. In de kampen wonen veel vluchtelingen in een tentenkamp van Pellets, waar plek is voor 700 man. Er wonen zo'n 2000 vluchtelingen. Het helpen van hen doet veel. Hij, keek, uh, hij liep weg bij ons, 100 meter verderop. Hij heeft al vijf keer omgekeken en gezwaaid. Hè? Zo een lach op zijn gezicht: zo van, ik heb toch iets. Uh, He, word ik warm van, letterlijk maar ook uh, figuurlijk. Ja, dat is mooi als je dat soort dingen ziet. De bedoeling van de missieweek van de Flevolanders was om te zorgen voor een stoot vitamines. in de vorm van fruit en groenten. Ook kleding en toiletartikelen werden meegenomen. Daarnaast zorgden de vrijwilligers voor wat afleiding. De mensen in het kamp kunnen en mogen niks doen. Ze kunnen alleen maar rondhangen en doen dat soms al ruim een jaar. En um, ja, ons, onze kracht is dat wij met een groep zijn. En dat we persoonlijk contact makkelijk kunnen maken door activiteiten buiten het kamp te organiseren. Dus je organiseert iets en dan hoop je dat de vluchtelingen daar naartoe komen. En dat werkt. Ja, ja ze, ze weten heel graag wanneer licht voor luister is. Uh, het is ook altijd heel gezellig en ze krijgen ook wel iets van een snack of uh, iets leuks erbij. Het gaat ook meer om persoonlijk contact hoor, wat daar uh, gebeurt.